Eve, leuke meid. En die vindt, misschien vind je dit een hele leuke gozer. Ik vind hem wel aardig. Ja, ik ook voor jou. Persoonlijk. Vind je mij ook aardig? Ja, super. Oké, cool. Okay. Hey, hoe oud is Eve ook alweer? Oh, die is ouder dan ik. Ouder dan jou? Ja. Ja, die is 48 of 41. 41, heb je daar een probleem mee? Ik ben niet zo moeilijk overal. Kijk! We hebben misschien een date voor Eve volgend jaar. Ja. Eve Soekoer. Nee, hoe is dat gedaan? Eve Soekoer. Dit wordt niet gesneden. Dit blijft gewoon eventjes... onder ons en niet op internet. Oh, sorry. Dat kan ik niet beloven. Met Boer Zoek Eve. Ja, nou, bedankt. Zij heeft inderdaad in dat programma gezeten, Boer Zoekt Vrouw. Maar ik hoop dat ik het goed zeg. Zij is hem gepeerd omdat ze die boer een saaie lul vond. Ja, wat zijn boeren nog meer dan? Nou, even, je hoort het. Je bent niet raar. Dus volgend jaar ga je een date. Of je nou wil of niet. Hij staat al. Hij staat al. Staat hij al aan? Oh, gos. Daar is het slachtoffer. En moeders, het begint. Het gebeurt onder supervisie van moeders. Ja. We zijn helemaal weggeregend onderweg. Dus ja, je weet het nooit. Jij hebt een worst! Ja. Doe maar, kom. Ter voorbereiding op de vakantie in Duitsland. Oh, is dat zo? Ja. Nou, steek ze in je kwek. Ja. Oh! Hans, volgens mij vindt ze lekker hoor, worst. Ze bijt er alleen in. Hij is daar. De Duitse worst, maar... Nee, maar... Oh, niet echt een Duitse. Echt een Duitse worst. Maar jij hebt liever handworst. Hema worst, dat goed. Thank you.
Wat zeg je dan? Je hebt geen kelder. Nee, ik heb geen kelder. Nee. Ik weet niet. Maar je mag alleen foto's maken, niet aankomen. Nee, er zijn films. Er zijn fucking films, man. De baka die geeft mij klappen als ik dit zie. Ik krijg klappen, ja. Kom hier. Wat was de belofte van Hans Cambier voor jou? Op het moment. Zij mag op de sportster rijden. Als je naast de rijden, naast haar mag ze rijden. En dan? En dan? Dan wil ik wel op de roze achterkant mogen rijden. Nee, dat is ook niet. Dus wat doe je dan? Dat ga ik niet zeggen. Jawel. Jij ging dan een nieuwe sportster kopen. Dat is de zin die door mij en Wendelin is gehoord. En mij als getuige. En ik word nergens van. Ja. Maar je hebt sowieso al twee getuigen tegen je. Nee, die nieuwe koop ik voor jou. Dan rij ik wel in de kever achter jou. Nee. Dat is ook nog. Maar dan nog, die belofte die staat, hè? Je hebt het gehoord. Die staat nu op beeld, hè? Dit is chantagemateriaal, dat wil je niet weten. Je hebt het gehoord. Je hebt het hier voor het eerst gehoord op het kanaal gsxdennis.youtube.nl.